Nederland kent een rijk cultureel leven met een gevarieerd aanbod. Toch is er reden om naar de cultuursector en het cultuurbeleid te kijken, want deze sector verandert. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, heeft daarover een verkenning gemaakt, getiteld Cultuur Herwaarderen. De verkenning sluit aan bij de oproep van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot een landelijke discussie over de waarde van cultuur. Zij zal de analyse van de WRR meenemen in haar plannen voor het cultuurbeleid en de subsidieperiode 2017-2020. Sociaal-culturele, economische en politiek bestuurlijke ontwikkelingen zijn van invloed op het culturele veld. De sociaal-culturele emancipatie van burgers heeft hun smaak en cultuurdeelname veranderd. We zien grote diversiteit in de beleving van cultuur en er zijn mensen die cultureel zeer actief zijn en mensen die minder ondernemen. In economisch opzicht wordt cultuur meer en meer gezien als een bron van positieve economische dynamiek. Volgens de Europese Commissie, bijvoorbeeld, zorgt de culturele sector voor economische groei en werkgelegenheid. Belangrijke veranderingen in de politiek-bestuurlijk context zijn de verzelfstandiging van organisaties en instellingen, meer aandacht voor ondernemerschap en een grotere nadruk op prestatie en verantwoording. Deze drie ontwikkelingen raken de doelen van het cultuurbeleid en hoe we tegen cultuur aankijken. Deze doelen zijn verweven met drie dominante zienswijzen op cultuur: een artistiek perspectief, een sociaal perspectief en een economisch perspectief. We zien dat het aantal beleidsdoelen binnen elk van deze perspectieven de afgelopen decennia groter is geworden. Dat is mede gebeurd om het draagvlak van het cultuurbeleid en de cultuursector te versterken. De nadruk kwam hierbij steeds meer te liggen op het in kaart brengen van de effecten en de waarde van cultuur. En op de verbindingen van cultuur met andere beleidsdomeinen. Kort gezegd, de doelen zijn breder en omvangrijker geworden. Maar uit het onderzoek van de WRR blijkt dat de waarde van cultuur of de effecten daarvan voor maatschappij en economie wetenschappelijk niet goed aan te tonen zijn. Vaak valt niet te zeggen hoe cultuuruitingen en de gewenste effecten met elkaar samenhangen. Deze zijn niet of nauwelijks te isoleren en te onderzoeken. Ook om andere redenen is het belangrijk om voorzichtig te zijn met het sturen op externe effecten. De kans bestaat dat verschillende middelen eenzelfde of juist betere effecten scoren. Wat doen we bijvoorbeeld als een nieuw voetbalstadion veel meer effect heeft op de werkgelegenheid en bestedingen als een nieuw operagebouw? Daarnaast is er het risico dat de culturele sector overvraagd raakt doordat er steeds meer van hem verwacht wordt. Wanneer de sector namelijk steeds nieuwe doelen krijgt opgelegd en de bijbehorende verwachtingen niet kan waarmaken, leidt dit tot legitimatieverlies en juist niet tot het draagvlak dat cultuurbeleid nodig heeft. Daarom pleit de WRR voor een herwaardering van het culturele binnen het cultuurbeleid. De gesubsidieerde sector zou niet ten dienste moeten staan van andere beleidsterreinen, maar dient zelfstandig aandacht te krijgen. In de eerste plaats gericht op inhoudelijke ontwikkelingen binnen de culturele sector zelf. We doen zes suggesties die de culturele sector vooruit kunnen helpen en waar de overheid met haar cultuurbeleid aan kan bijdragen. Creativiteit is de nieuwe brandstof van de 21ste eeuw. Die claim horen we de afgelopen jaren steeds vaker. Toch vindt een naar verhouding klein aantal afgestudeerden werk dat aansluit op hun opleiding. Daarom is het allereerst van belang om voor sommige studierichtingen de instroom te beperken. Daarnaast kan binnen de opleidingen nog meer aandacht worden besteed aan de competenties die nodig zijn voor een creatieve loopbaan, binnen of buiten de culturele sector. Met de vervaging van het onderscheid tussen de zogenoemde hoge en lage cultuur is het niet meer vanzelfsprekend dat de overheid of experts bepalen wat kwaliteit heeft. Expertoordelen kunnen aangevuld worden met publieksoordelen, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij de toekenning van literaire prijzen. En het zou goed zijn om ook te experimenteren met het laten stemmen van burgers over de besteding van een bepaald percentage van het cultuurbudget. Cultuurbeleid is echter meer dan alleen subsidiebeleid. Vaak is het scheppen van voorwaarden voor culturele voorzieningen die van onderop, bijvoorbeeld via de markt, tot stand komen, voldoende. De overheid kan haar acties daarop afstemmen. Kleinschalige voorzieningen gericht op een klein publiek vragen om andere interventies dan grootschalige en commerciële initiatieven. Het publiek is minder trouw aan genres, instellingen en evenementen. Tegelijkertijd is het publiek belangrijker geworden als inkomstenbron voor de gesubsidieerde culturele sector. Instellingen moeten daarom behalve aan het bereiken van meer publiek ook aandacht besteden aan de kwaliteit van de ontmoeting met dat publiek en het ontwikkelen van nieuw publiek. En dat vraagt om het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethoden om het steeds grillerige gedrag van burgers goed in kaart te brengen. De overheid kan zorgen dat deze research en development functie van de culturele sector meer aandacht krijgt en daar een deel van de publieke financiering voor reserveren. Om deze opgave te realiseren is eveneens behoefte aan een beter ontwikkeld financieringsklimaat. Naast subsidie, eigen inkomsten en giften zijn meer creatieve financieringswijzen denkbaar, zoals de mogelijkheid om investeringen aan te trekken. De WRR raadt aan om het gebruik van meer verschillende financieringsmogelijkheden te onderzoeken en stimuleren. Ten slotte waarschuwt de WRR voor ongewenste Matthäus-effecten: het effect dat ongelijke uitgangsposities leiden tot steeds grotere verschillen in de financiering van kunstenaars en instellingen. Sommige nieuwe instrumenten, zoals crowdfunding, werken bijvoorbeeld in het voordeel van kunstenaars en instellingen met netwerken met daarin kapitaalkrachtige mensen. Ook verkeert niet elke instelling in een even goede positie haar inkomsten te vergroten, onder meer vanwege locatieverschillen. Dit heeft consequenties voor het culturele aanbod. We adviseren daarom om de werking van nieuwe financieringsinstrumenten en het verdienvermogen van gesubsidieerde culturele instellingen zorgvuldig te monitoren. De voorstellen van de WRR zijn erop gericht om de kwaliteit, diversiteit en rijkwijkte van het culturele aanbod in Nederland te waarborgen, ook voor de langere termijn. Alleen een culturele sector die zichzelf voortdurend ontwikkelt en vernieuwt, is van blijvende waarde voor de Nederlandse samenleving. Download voor de meer uitgebreide analyse de verkenning Cultuur herwaarderen op de website van de WRR.